Elke ondernemer heeft natuurlijk zijn eigen doelen en zijn eigen ambities. En risicomanagement kan hem heel goed helpen om die ambities te bereiken. En ik denk dat dat iets is wat elke ondernemer wil uiteindelijk, succesvol zijn met zijn bedrijf. En risicomanagement is daarbij de tool eigenlijk. Nou, allereerst vinden wij het erg belangrijk dat een ondernemer zich laat ondersteunen door een professionele adviseur. Een adviseur die samen met hem goed gaat kijken naar hoe hij zijn doelen wil bereiken en wat hem daarin eventueel kan belemmeren en hoe we dat kunnen verhelpen, zeg maar. Daarin ondersteunen wij weer die adviseur, onder andere door tooling. Wij bieden tooling aan waardoor de adviseur samen met die ondernemer aan tafel kan zitten, bekijken welke doelen ze willen bereiken en daarop inspelen. Dat kan ook uitmonden in bijvoorbeeld verzekeringsoplossingen, maar dat hoeft niet per se. Het gaat erom dat die adviseur eigenlijk de begeleider wordt van die ondernemer. De risicomanager in die termen. Wij werken met een selecte groep adviseurs, bieden wij wat specifieke ondersteuning. Dat doen we onder de noemer erkend MKB-adviseur. Een van de middelen is dus een digitale risico-inventarisatietooling die we bieden. Maar bijvoorbeeld ook vaste aanspreekpunten binnen de Goudse. Speciale bevoegdheden in het kader van bijvoorbeeld schadebetalingen die hij kan doen aan die ondernemer. Om te zorgen dat een ondernemer weer snel verder kan als er iets gebeurt. Op die manier willen we ook die adviseur in de rol zetten van een adviseur die ook de ondernemer volledig ontzorgt. Ik denk dat het belangrijk is dat de adviseur zich echt neer gaat zetten als de ondernemersadviseur. Dus de vertrouwenspersoon die echt die ondernemer verder helpt. En ik denk dat het heel erg belangrijk wordt, zeker nu al, maar ook in de toekomst, is dat ook de adviseur zich realiseert dat de oriëntatie namelijk in de toekomst heel veel online gaat gebeuren. Dus ondernemers zoeken online, de huidige generatie zoekt al online. Dus vooral ook die online aanwezigheid voor een adviseur, die is denk ik van cruciaal belang. En als hij dat dan combineert met ook een stuk persoonlijke service, dan heeft hij wat mij betreft een unieke combinatie om in deze markt zich echt te onderscheiden van allerlei andere aanbieders. Een andere tip die ik zou willen geven als adviseur, werk goed ook aan onderhoud. Oftewel, zorg dat je periodiek aan tafel zit of op afstand een contactmoment hebt met een ondernemer. Om te zorgen dat je goed op de hoogte blijft van de veranderingen die er zijn bij die ondernemer. En of je hem daarmee eventueel weer mee verder moet helpen. Dus periodiek onderhoud is erg van belang, ook voor het creëren van klantloyaliteit. Zorg dat daarmee je klant trouwer wordt aan jou als adviseur. Dus dat is denk ik nog een heel belangrijk facet wat nu eigenlijk te weinig nog gebeurt.